Barendrecht staat vandaag de schier onmogelijke opgave te wachten om op de Westmarkt tegen de koploper te proberen 1 of 0 punten te gaan pakken. Barendrecht wat Breinburg en Sanders mist vanwege schorsingen en daardoor Tabbers en Ivan Almeida in de basis. Snel in de wedstrijd pakt Spakenburg het initiatief en zet hier een uitstekende aanval op. En uit deze aanval weet Danny van der Merwe, de veelbesproken spits naar NEC, die bij NEC gewenst was, schiet eigenlijk 1-0 binnen. En het lijkt al uit gaan draaien voor Barendrecht op een wederom vervelende middag. Totdat het hier Ryan Holland is die op links de bal krijgt. Combinatie zoekt met Jury Rombouts. Is de Hessing niet weggehaald. Maar Yilmaz pikt de bal weer op. Ziet Stanley Huissen vrijstaan. Die speelt Matthijs Stappers in. Uitstekende combinatie naar Christian Opschoor. Die ziet binnendoor Jury Rombouts komen. En Jury Rombouts stikt binnen langs keeper Tabarima. En het is 1-1 en Barendrecht is terug in de wedstrijd. Tweede helft. David Almeida heeft een lange bal. Daar staat Opschoor buitenspel, maar Peter Lange niet. En die krijgt hier de kans om de 2-1 binnen te schieten. Maar het is Tabarima die redt. Dat is de kans voor Barendrecht om hier op 2-1 te komen. Het is Stanley Huissen. Met de lange bal. Uitstekend gezien door Peter Lange. En Peter Lange die geeft een lop over doelman Tabarima heen. En het is Barendrecht wat op de Westmaat leidt met 2-1. Onverwacht, maar prachtige ontwikkeling voor BVV Barendrecht. Lange bal weer. Ingevallen Falkenstein. Op de andere invaller Perry van Eyck. Perry van Eyck maakt wat beweging op de rand van de 16. Tot hij hem voor zijn sterke rechter heeft. En hij krult hem prima binnen bij de rechterpaal. En het is 3-1 voor Barendrecht in de 89e minuut. En het is wel duidelijk dat Barendrecht hier gaat stunten. Het is dan daar op links weer een lange bal. Op de pijlsnelle Jozef in de Falkenstein. In de laatste minuut van de verlenging. En die schiet zelfs de 1-4 binnen. Prachtige prestatie. De scheidsrechter sluit gelijk af. Het wordt hier 1-4 voor Barendrecht. En hopelijk voor Barendrecht is hier de eerste stap naar een lange inhaalrace ingezet. Een prachtige middag voor Barendrecht.